Kolonel Jellies Leenhaart van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing is voorstander van kleinere groepen repatrianten per vlucht. Dat zegt hij in een interview met het Nationaal Informatieinstituut. Op de laatste vlucht zijn uiteindelijk 235 personen, inclusief 3 artsen, meegekomen. Dit aantal is naar de mening van Sleenhaart te veel. Ik denk dat wij naar ietsje minder moeten gaan. Maar daarover, ik ben niet alleen de persoon die daarover besluit. Ik denk dat als het gaat om repatriatie, vluchten, dat we moeten kijken naar waar worden de mensen geplaatst. De quarantaineruimte, zijn ze reeds goedgekeurd door volksgezondheid, etc. We hebben voldoende quarantaineruimtes. Er zijn andere repatriatievluchten uit de regio die ook zullen moeten komen naar Suriname. Dus ja, ik denk dat een goede afweging zoals we het tot nu toe hebben gedaan, van alle zaken die in place moeten zijn, alvorens het besluit wordt genomen dat er een repatriatievlucht komt, en hoeveel zal dat mogen zijn. En ik denk dat die afweging, dat wordt continu onder de diverse actoren met elkaar besproken. En wanneer de tijd zover is, dan gaan natuurlijk berichten hierover uitkomen. De repatrianten die met de laatste vlucht zijn gekomen, zijn in overheidsquarantaine. Sleenhaart zegt dat ze wel bezoek mogen ontvangen, echter met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen die gelden voor COVID-19. Kijk, de mensen zijn geen gevangenen. En we blijven het zeggen, de mensen zijn voorlopig een beetje afgezonderd vanwege het feit dat wij het risico als Suriname niet willen lopen dat iemand die mogelijkerwijs besmet zou kunnen zijn, vrij in de samenleving rondloopt en anderen besmet. Dat is dus die regeling die nu wordt getroffen. Maar uiteraard rekening houden met distancing, rekening houden met alle regels die door volksgezondheid zijn aangegeven en die door de diverse diensten zijn aangegeven. Het zou gek zijn als je je familie hebt en je zou die persoon niet, die op een balkon staat, niet even groeten. Ja, dus ik denk wel dat is op zich geen probleem. Wat verder ook geen probleem is, is als mensen bij wijze van spreken eten zouden willen krijgen of drinken zouden willen krijgen. Of weet je, dus er is daar een speciale window voor gemaakt tussen 12 en 1. En ik dacht in de middaguren ook, u vergeef me even de tijd hoor, omdat ik dat niet zo goed uit het hoofd ken. Maar die logistieke voorzieningen zijn getroffen. Er is in de diverse locaties zijn er medici continu. Eenmaal 24 uur hebben we medici aanwezig. De arts die gaat in principe elke dag langs de diverse plaatsen, zodat hij op afspraak dan wel, als er iemand ontdekt wordt die eventueel verschijnselen vertoont, dat hij die persoon direct kan checken. Luitenant-kolonel Jellies Leenhaart van het Nationaal Coördinatiecentrum in een interview met het Nationaal Informatieinstituut. Hij is voorstander van een kleinere groep repatrianten per vlucht.